De Surinaamse Vereniging van Journalisten, de SVJ, heeft per brief aan president Santokki haar misnoegen geuit over het feit dat journalisten wederom beperkt waren in het uitoefenen van hun taak tijdens het bezoek van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Er is namelijk geen persconferentie gehouden en er was ook geen mogelijkheid om vragen te stellen in het kader van het presidentieel bezoek. De media heeft dit ervaren als een ernstige schending van het recht op persvrijheid en keurt dit met klem af. De vereniging doet een beroep op de regering om de daad bij het woord te voegen en te demonstreren dat Suriname daadwerkelijk de grondrechten van haar burgers respecteert en die door niemand met de voet zal laten betreden.